zijn er weer bij. En dat is prima. De 22e editie van FIFA. We houden van het leven, de liefde en geluk. What up, icons? Welkom bij een nieuwe video, een gloednieuwe video, een gloednieuwe editie van FIFA. Jawel, we gaan het even hebben over de webapp, want die komt de 22e uit. En ik ga jullie vertellen hoe je het best die 10 uur kan gebruiken van de early access. En hoe je het best de webapp kan gebruiken, wat je moet doen op de webapp en wat je moet doen op early access, dus op de console. Wat je moet doen op de console is alleen maar potjes spelen. En op de webapp moet je traden. Waarom? Omdat je maar 10 uur hebt. En in het begin van FIFA, en dat is elk jaar zo, in het begin van FIFA, dan is alles nog heel veel waard. Starters team, iedereen maakt een starters team. Dus vorig jaar zag je een Traoré, een Rodrigo, een Richarlison. Die zag je allemaal nog voor boven de 10k. Dus zelfs de eerste weken van FIFA is squad battles winstgevend. Echt super winstgevend. En die Traoré en die Rodrigo, die had ik vorig jaar. De eerste week in squad battles, bam, dat is bijna 30k. Je wilt in het begin van FIFA zoveel mogelijk coins maken. Want die spelers, zoals Rodrigo, Traoré en de hele mikmak, die zijn super duur. Maar spelers zoals Varaan, die zijn nog hartstikke goedkoop. En dat komt omdat, kijk, Varaan gaat uiteindelijk naar de 200k. Als we gaan kijken naar FIFA 21 en FIFA 20, Varaan gaat naar de 200k. En Mbappé, Neymar, die gaan allemaal omhoog. Hoe kan het dat ze nog niet zo hoog zijn? Dat komt omdat niemand coins heeft. En omdat niemand coins heeft, kijk, stel je voor jij packt een Neymar, dan kan je hem of houden of je verkoopt hem voor de duurste prijs op dat moment. Mensen gaan hem verkopen voor de duurste prijs op dat moment, maar dat is niet de duurste wat Neymar is. Dus dat betekent dat in het begin van FIFA, die eerste weken, zijn spelers zoals Kanté, Varane, Messi, Mbappé, die zijn allemaal minder waard dan over een paar maanden, omdat niemand nog de mogelijkheid heeft om ze te kopen voor een hele dure prijs, want niemand heeft coins. En je weet het, mensen willen coins maken, dus die gaan ze verkopen. Dus die gooien ze er dan op voor wat op dat moment de maximale prijs is. Van FIFA, semi-meta spelers, hè. Een Richarlison, een Rodrigo, hè. Mensen die spelers gebruiken, die spelers die in starter squad zitten, die zijn duurder. En spelers die uiteindelijk echt de meta zijn, zoals een Varaan en Mbappé, die zijn in het begin goedkoper. Daarom is het belangrijk om in het begin zoveel mogelijk coins te maken. En op early access zoveel mogelijk potjes te spelen. En de webapp, die gebruik je alleen maar om te traden. Je gaat niet packs openen, je gaat niet traden op de console, want je hebt maar 10 uurtjes. En dat is zonde, want in het begin van FIFA is het gewoon super belangrijk om zoveel mogelijk coins te maken, vanwege dat de prijzen nog niet echt gezet zijn. Dus op de webapp alleen maar traden, alleen maar coins proberen te maken, en op de early access alleen maar potjes spelen. Vorig jaar heeft EA eigenlijk iedereen een beetje genaaid, niet alleen mij, maar ook een mattie van me en ook nog vele anderen. Wat je kon namelijk jezelf promoten voor een Rivals divisie door middel van 30 squad battle potjes te spelen. Dus ik ging 30 squad battle potjes spelen, want de game kwam uit net als deze week. De game komt uit op woensdag. Normaal zijn, vorig jaar was dat zelfs anders. Volgens mij kwam vorig jaar, kon je de early access starten op, ik geloof, een donderdag of vrijdag of zo. Dus dat houdt in dat de eerste rewards squad battle rewards waren. Dus ik ging volop squad battle spelen, want dat waren de eerste rewards. En daarna ga ik wel rival spelen, want dan mis ik die rival rewards ook niet. En die heb ik ook niet gemist. Het enige wat EA had gedaan was een fout gemaakt in welke divisie je zou komen na 30 squad battle potjes. Ik zelf had in gedachten, als ik alles win op legendarisch, dan kom ik wel in divisie 3, divisie 2. Het is geen ultimate, dus dan divisie 2, divisie 3. Ik kwam uiteindelijk in divisie 7. En later
en met later bedoel ik een week toen echt de game officieel uitkwam, toen had EA ook een message gestuurd, hè? Die krijg je wel zoiets op console toch, een title update, een titel update, en in die titel update stond: ja, we hebben een fout gemaakt. Iedereen met Squad Battle, de promotie, het klopte niet. Je bent waarschijnlijk fout gepromoveerd. Nu is dat verholpen. Ja, daar had ik niks meer aan, want ik was al gepromoveerd. En ik begon dus in Divisie 7. Waardoor ik eigenlijk best wel veel coins had misgelopen. Want je kreeg natuurlijk ook coins voor elke rang dat je hoger kwam. Op dit moment, ik moet nog zelf even aankijken hoe het dit jaar gaat verlopen. Want dit jaar is er natuurlijk een heel ander rifle systeem. En er is een heel ander squad battle reward systeem. Het hele systeem is aangepast. Dus ik moet nog even kijken hoe dat in elkaar zit. Maar zodra ik de game start op woensdag 4 uur, dat is morgen, dan kom ik er direct achter. En dat doe ik ook live op Twitch. Dus zorg dat je daarbij bent. Live op Twitch. Zorg dat je bij de Twitch bent. Want dan zie je hoe ik start met FIFA. En hoe ik het ga aanpakken en hoe ik het meest coins ga maken. En ik ga natuurlijk niet traden op de console. Ik ga alleen maar potjes spelen. En op de webapp ga ik traden. En wat is nou het verschil tussen de webapp en de companion app? En dat ga ik nu toch nog even zeggen, want jullie kijken toch. Companion app is de app op je telefoon. Android, Apple. En de webapp is echt op de browser. Dus dan ga je naar Google Chrome, Safari, Mozilla, Firefox, Internet Explorer. Heb je er nog meer? Jawel toch? Safari. Nou, ik zou de Companion app wel downloaden. Want wat ik heb gezien in de afgelopen jaren is dat de eerste 2 weken van FIFA, als je elke dag inlogt op de Companion app, dan krijg je ook een gift. Zoals 500 coins of een zilver pakket. Of een goud pakket. En hey, daar kan zomaar Neymar in zitten. Dus dankjewel voor het kijken, Icons. Dit was de video. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En dan zie ik jou woensdag bij de live sessie op Twitch.